Weet je, dat ik wist dat er bij onze eerste ontmoeting al sprake was van... van een lotsbestemming. Echt waar, het was de opening van een tentoonstelling. We kwamen elkaar tegen. Ik was een beetje aangeschoten. En we raakten in gesprek, of nou ja, beter gezegd, we kregen meteen ruzie. Want een meneer hier die beweerde dat de enige vorm van echte liefde geestelijke liefde is. Thomas, een geestelijke liefde. Dus ik probeerde hem een beetje uit de tent te lokken. Ik zei, nou, je ziet er niet echt uit als een heilig boontje. Lichamelijkheid is toch ook belangrijk? Hè? Dan heb ik het over seks. Dat kan je toch niet ontkennen? Hè? Die ruzie, dat was eigenlijk de eerste vonk voor onze relatie. Hè? Hebben we hier eigenlijk paardenrennen? Paardenrennen? Sorry, ik dacht Limburg, dat is toch met paardenrennen? Limburg is carnaval en asperges, liefje. Je drinkt te veel. Ik kan echt totaal niet wennen aan Antwerpen. De eerste keer heb ik tegen hem gelogen. Want ik belde hem op. En ik zei dat ik dichtersbijeenkomsten organiseerde. En dat er heel veel mensen op afkwamen. En dat ik hem heel erg graag wilde uitnodigen. Om... Hij trapte daarin. Ja, dus toen hebben we afgesproken. En toen heb ik hem verleid. Geen dichtersbijeenkomst. Oh, Theresa, dat geloof van jou, hè, dat vind ik trouwens echt geweldig. Nee, serieus, echt waar. Maar ik vraag me wel af, geloof je dan in een god die echt bestaat met over water lopen en broden die zich vermenigvuldigen? Ik weet niet wat Thomas jou me verteld heeft, maar geloven in God is niet hetzelfde als denken dat hij bestaat. Het een heeft niet zoveel met het ander te maken en... Zo gelovig ben ik nou ook weer niet. Dus, wacht even hoor. Jij gelooft in iets dat niet bestaat? Doen we dat niet allemaal? En die man met wie ik samenwoonde voordat ik hem leerde kennen... die hield zoveel van mij... dat hij een aantal keer geprobeerd heeft om mij te vermoorden. Hij sleepte me aan mijn enkels door het huis... En mijn hoofd bonkte overal tegenaan en hij maar schreeuwen. Ik hou van je. Ik hou van je, kutwijf. En uiteindelijk heeft hij straatverbod gekregen. Dat was geen liefde. Dat was wel liefde, Thomas. Dat was wel liefde. Ik zeg jou dat het liefde was. Ja? We zijn niet allemaal zoals jij. Thomas en ik, wij hebben een beetje onmogelijke liefde. Huh? Maar ik zeg altijd... Alleen onmogelijke liefdes zijn het waard om voor te sterven. Hij is ook bijna gestorven, toch? Hij heeft 60 pillen opgespaard en ingeslikt. Kan je die borsten binnenboord hijsen, dank je. Waarom moet je toch altijd zo'n verschrikkelijke klootzak zijn? Het was wel liefde, Thomas. Het was wel liefde. En dat mag je niet van me afnemen. Wat denk jij, Theresa? Was het liefde of niet? Ik weet het echt niet. Eén ding is zeker. Je kunt wel echt zien dat jullie broer en zus zijn, hoor. Nou, voordat hij in mijn leven kwam, ben ik 3 maanden helemaal alleen geweest. Helemaal alleen. Waarom heb je haar helemaal niks over mij verteld? Heeft hij jou helemaal... Helemaal niks over mij verteld. Want wij zijn aan het praten over een babytje. Ja, hij doet net alsof hij het niet wil, maar... Ik weet gewoon dat ik hem al voor de helft over de streep heb getrokken. En ik maar denken dat hij hier... Nou, bij aan het bedriegen was op een andere vrouw. Oh. Oh, ik voel me helemaal niet lekker. Ik ben even naar de wc. Wat ben jij aan het doen? Ik vraag je wat je doet. Anna, hoort bij mij
moest ze overgeven. Misschien zit er iets verkeerds in het eten of zo. Wat is er? Wat kijken jullie raar? Thomas, wat is er nou? Hey. Teresa. Teresa, doe open. Er is toch niks gebeurd? Teresa. Je hebt gelijk, er is niks gebeurd. Je snapt het niet, hè? Je bent de eerste vrouw in mijn leven waar ik van hou. Ik ben mijn broer. Dat weet je toch, hè? Zeg het. Ik ben je broer. Ik zeg het. Ik heb elke man die iets van wil.